Achter het net gevist. Een hoorspel in 4 delen naar de gelijknamige poëzieroman van Jackie Lawrence Koop. Bewerking Tom van Beek. Regie Hero Muller. Vandaag het tweede deel. En zo heb je dat gezien. Ja. Net onder het midden van de brandtrap kon je over die Luxaflex heen kijken. De branden licht en... U bent dus toch naar beneden gegaan. Ja. Ja, tussen Peter en Harry. En... Ja, dat zijn de andere studenten die meedoen aan de toneeluitvoering. Ik vond het wel eng. Ik heb last van hoogtevrees. Ja, zo gek. Zo gek, hè? Je kon alleen vanaf dat plekje op de ladder in die winkel kijken. Ja, toen die anderen kwamen, toen moest ik dus een paar treetjes naar beneden. En toen dacht ik, ik heb me maar verbeeld. Nee, maar wij zagen het ook. Het was zo afschuwelijk. Ja, behalve Emmy, die skipper. Ze zei dat ik hallucinaties had. En toen? Wat hebben jullie toen gedaan? Nou, we zijn onmiddellijk gekeken in die winkel. De deur was open? Ja. En niemand van jullie heeft eraan gedacht eerst de politie te bellen? Nee. Ja, het was me een toestand daar in die winkel. Emmy viel meteen flauw. Die hebben we naar buiten moeten slepen om er weer bij te brengen. Ja. En toen dan eindelijk de politie kwam, stond het zwart van de mensen voor de deur. Ja, het spijt me. We hebben er niet bij stilgestaan, dat... Ja, het spijt me wel het meest voor tante Annie. Tante Annie? Ja, zo noemde ik haar. Ja, van vroeger, weet u. Ik heb bijna mijn hele leven tegenover gewoond. Mijn ouders wonen er nog? Ja, dat weet ik. De postwereldhandel. Ja. Als je daar al zo lang gekend hebt, kun je me misschien wat vertellen over haar leven? Wat voor vrouw het was, de belangstelling, de mensen waar ze mee omging. Graag. Als u denkt dat het u kan helpen bij het onderzoek. Alles kan helpen. Legpuzzels maken, dat is eigenlijk wat wij doen. En hoe meer stukjes je hebt... Ja, goed. Vraagt u maar. Zal ik dan in die tijd even een kopje thee zetten? Ja. Of hebt u liever koffie? Ja, koffie graag. Goed. Mag ik roken? Ja, tuurlijk. Met wie ging Hanny mevrouw Blijleven om? Tja. Ja, ze had eigenlijk weinig vrienden. De mensen waar ze echt dikwijls mee omging. Ja, mijn ouders. Ze waren eigenlijk de enige waar ze regelmatig kwam. Ze kaarten samen. Dat is ook een hobby van jou, hè? Kaarten. Ah, natuurlijk. U hebt met Therese en Anton gepraat. Hè? Nou, daar gaan we nog alles heen, Lisa en ik. Nou, u het zegt. Die moord die moet gebeurd zijn toen we daar zaterdagavond met... Hoe weet je dat? Hoe laat Hanny vermoord is? Ja, ik heb toch niet gezegd hoe laat? Het stond toch in de krant? Ja. Het heeft allemaal in de krant gestaan. Maar goed, ga door. Mevrouw Blijleven kaarten dus met jouw ouders. Ja. Nou, die zaterdagavond is mijn moeder nog bij haar geweest om te vragen of ze kwam. Maar ze wou niet. Waarom niet? Ja, dat kunt u beter aan mijn moeder vragen. Ze wou een programma zien op televisie, geloof ik. Of verwachten ze misschien iemand? Ik weet niet. Nee, ik weet niet. Daar heeft moeder niks van gezegd. Nou, ja, als ik zeg al, verder ging ze met niemand om. Ze vond het geloof ik wel prettig om alleen te zijn. Ach, ze stoten de mensen ook een beetje af, zou je zeggen. Altijd mopperen. En ze bemoeiden zich met alles en iedereen. Nou, nee, dat geloof ik niet. Ze zocht het niet op, als u dat bedoelt. Maar als iets er niet beviel, dan was ze ook de eerste om dat te zeggen. Soms heel redeloos ook, hoor. Mopper om het moppen. Ze klaagt over de drukte door de week in de Kruisstraat en ze klaagt over de stilte op zondag. Nooit een man gehad? Nee. Of een vrouw dan? Vrouw? U bedoelt of ze lesbisch was? Nou, dan heeft ze dat wel goed verborgen gehouden. Ik heb er nog iets van gemerkt. Maar ze heeft toch een tijd met een vriendin samengewoond? Oh, dat, ja. En hoe weet u dat? Speurneus, hè? Vertel er eens wat van. Nou, moet dat zo flauw om te roddelen, hè? Te roddelen over iemand... Nou, je moet het niet als roddelen beschouwen. Gewoon een stukje van de legpuzzel. Nou, ze had op vakantie zijn vrouw ontmoet. Dat was Josien van Putten. Ja, zo heette ze. Nou, die heeft ze toen bij zich in huis genomen. Nee, ik weet niet waarom eigenlijk. Hoe lang is dat geleden? Jaar of 4, denk ik. Maar het heeft niet lang geduurd. Nee, het... Nou, dat kan ik me wel voorstellen met een gemopper. Nou, nee, dat was het niet. Al was het wel haar schuld, hoor. Nou, op een goede dag kreeg ze in de gaten dat haar huisgenote brieven ontving die ze haar verborgen hield. Nou, zij nieuwsgierig natuurlijk, hè.
Nou, de eerste beste keer dat ze de kans kreeg, heeft ze de kamer van mevrouw Van Putten overhoop gehaald toen die even weg was. En wat bleek, haar vriendin had een, hoe zou ik het zeggen, een papieren minnaar, een correspondentievriend, die ze via een advertentie had leren kennen. En ze hadden, bleek uit die brieven, elkaar nog nooit ontmoet. Er waren zelfs nog geen foto's uitgewisseld. Nou, en toen er weer een brief kwam, wist tante Hanny die te onderscheppen. En die heeft ze opengemaakt. Jaloezie. Ach, denkt u nou nog steeds in die richting? Ze was een oude vrijster. Ze kan toch ook gewoon jaloers geweest zijn op het feit dat haar vriendin... Wel, net zei je dat ze uit eigen vrije wil alleen was. Ja. Maar misschien wel uit een depie over een verloren liefde of zo. Hè? Nou, hoe dan ook, in die brief vroeg die man om een foto. Nou, die vent wilde ook wel eens weten wat voor vlees hij in de kuip had. Letterlijk, ja. Ja, letterlijk, ja. Nou, toen heeft Hanny die vrijer een foto van zichzelf gestuurd. Moet die vent geschrokken zijn. Hij heeft als een bliksem een smoes verzonnen om er vanaf te komen. Josien, mevrouw Van Putten, och, overstuur natuurlijk, dat begrijpt u. Nou, toen heeft tante Hanny er verteld wat ze had uitgehaald. Nou, toen was die boot aan. Josien, meteen de koffers gepakt. En ze heeft het er overigens niet bij laten zitten. Ze is naar die vent toegestapt en ze is later waarachtig nog met hem getrouwd ook. Niet zo'n beste buurt van mevrouw Blijleven. Nee, ja, rotstreek was dat. Maar ze zei dat ze het gedaan had om die man op de proef te stellen. Als mannen alleen maar op een vrouw vallen als ze mooi is... Had ze dat wel meer? Wat? Nou, zulke rotstreken tegenover mensen. Ach, nee. Dat is het enige geval dat ik weet. Ach, je accepteert het maar, omdat je weet dat ze ook de goede kanten had. Zoals? Tja. Nou, ze hield van dieren. En van kinderen. Uh-huh. Nou, misschien had ze zelf wel kinderen willen hebben. Dat weet ik niet. Je kwam er eigenlijk nooit goed achter bij haar. Ze had ook geen dieren in huis, hè? Nee. Nee, dat is zo. Maar toch, hè, ze ging graag wandelen. Alleen. Eenden voeren in het park. Naar de dierentuin. Dat programma, hè, dat ze die avond wilde zien op de televisie, dat ging ook over dieren. Koffie. Dat was een documentaire over Eskimo's en sledehonden. Was maar geen kaarten. Suiker. Ja. Dank je. Zeg, nog even over die zondagavond. Ja? Toen jullie binnen waren, hebben jullie toen iets aangeraakt? Nee, dus natuurlijk niet. Zijn jullie alleen maar in de winkel geweest of ook binnen in de kamer? Nee. Nee, ik heb wel even in de kamer gekeken, herinner ik me. Maar ik ben niet doorgelopen, geloof ik. Nee. Niemand van ons. Stonden de deuren naar de tuin open, herinner je je dat? Ja. Ja, ik geloof wel. Nee, ja. Ze hield van kinderen, ze hield van dieren. Hield ze ook van Drop? Van Drop? Dus weet ik niet. Hoezo? Op tafel lag bij haar kopje een aangebroken rolletje Drop. Oh. Nou, is me niet opgevallen. Nee, mij ook niet. Maar ja, ik was wel in de war. Goed, iets anders. Is hier zaterdagavond nog zo veel lawaai in de kruisstraat dat er een schot kan vallen zonder dat iemand het hoort? Ja, jazeker. Als dat schot binnen huis is, dan krijgt er geen haan naar. In die snackbar, vlak naast de sigarenwinkel, staat de jukebox tot na 12 te jengelen. En die deur die staat altijd open. Tja, trek klanten, zeggen die mensen. Daar zal mevrouw Blijleven dan wel over gekankerd hebben. Ja, nou, en over de stank. Maar zo gek, dat stel dat heeft één avond in de week vrij, op maandag. En dan past de tante Hanny wel altijd op hun kinderen. Ik heb hem niet zo goed gekend, maar ik voel het altijd wel een zielig mens. Ja. En nou... Bedankt voor de koffie, hè. Als er nog eens iets is, mag ik dan misschien... Oh ja, natuurlijk. Komt u eens langs. Jullie hebben me een stuk verder geholpen. Mag ik misschien even jullie telefoonnummer noteren? Ja. Nou, die twee hebben me niet veel verder geholpen, Ben. Nee, en we zijn met die foto's ook niet veel verder gekomen. Sorry dat ik je bij die kappersdame moest weghalen, maar... Therese de Jacht? Ja. En Anton niet te vergeten. Geef niet door, daar waren we toch bijna klaar. Nee, maar ik dacht dat het fotoalbum van die vrouw belangrijk was. Ze ging vaak naar de dierentuin. Huh? Ja, ze ging dikwijls naar de dierentuin, zei die student. Zou je wel zeggen, ja. Allemaal foto's van dieren. Maar het gaat om die ene foto waar dan eens een keer een mens op staat. Geheim vriend, kennis of toeval? In ieder geval een buitenlander. Type gastarbeider. Griek, Turk, Marokkaan. De keuze is aan ons. Ja, maar nogmaals, waarvoor ik je weggeroepen heb. Kijk, ik heb Parker een vergroting laten maken. Die vent heeft een speldje op de gewer van zijn jasje. En de griep is ermee rond om uit te zoeken of dat een spoor kan zijn wat ons bij de grote onbekende brengt. Het wordt tijd dat we eindelijk eens ergens houvast krijgen. Nog niet eens over dat wapentuig? Het was van Walter 765. Ja, dat wisten we al. Ja, maar nou is definitief. De kogel heeft een geheim prijs gegeven. Heb je laten nagaan wat er bekend is over Walters? Ja, ja.
Iets waar we iets aan hebben. Een paar maanden geleden is er met een Walter een aanslag gepleegd op een bedrijfsleider van een fabriekje in Groningen tijdens een feestje. Die vindt dat een verhouding met de vrouw van een van zijn ondergeschikten, maar later bleek dat de boekhouder gedaan had. Nou, die vent had malversaties gepleegd en dat had de directeur ontdekt. In het schemer donker had hij de bedrijfsleider voor de directeur aangezien. Die twee leken nogal op elkaar. Maar voor de rest, wapens in beslag genomen. Daar hebben we dus niks aan. Nee. Verder? Moord op een prostituee, wapen gevonden. En nog een geval van zelfmoord. Zeg, hoe was die boekhouder aan die blaffer gekomen? Gekocht, in België. Oh ja, die jongens worden bedankt daar. Zij verkopen de wapens en wij mogen de rotzooi opruimen. Kun je makkelijk zeggen, ja. Ja, dat ben ik met je eens. Dat die Belgen die wapen met... Roos, de griep. Ja, dat is de griep. Nog nieuws? Nou, het heeft wel moeite gekost, moet ik zeggen. Ach, er ziet er een beetje moe uit, vind je niet? Heb je die vent van de foto? Ja en nee. Ja, wat nou? Ja of nee? Nou, kijk, ik weet wie het is, maar ik heb hem nog niet te pakken. Ik heb er alle fabrieken en schoonmaakbedrijven in de stad mee afgeschaft met die foto. En ik was al gauw achter waar dat speltje van was. Van een coöperatieve onderneming in Turkije. Ah, natuurlijk dus. Natuurlijk, ja. En ik had het geluk dat de portier van een aardewerkfabriek hem herkende voor de foto. Hij wist dat hij Mahmet heette. Hmm. Hij kon s'avonds schoonmaken. Met toch twee Turken woont hij in de Ramsteeg. Nou, ik ben erheen gegaan, maar geen Mahmet. Nee. Wel die twee anderen. Maar die is sinds gisteren niet meer thuis geweest, zeiden ze. Maar ik heb tenminste zijn naam, als ze me niet belazerd hebben. Hier. Als je het kan uitspreken, ben jij knap. Nou, eens proberen. Denk je ervan? Eens kijken. Laat u maar. Nee. En de vreemdelingendienst? Weet van niks. Illegaal dus. Ik zal vanavond nog eens proberen. Zullen we niet een mannetje heen sturen om een oogje in zeil te houden? Dat is de beste manier om hem nooit meer terug te zien, die Mahmet. Als die werkelijk illegaal is. Daarom. We kunnen het maar beter rustig aan doen. Zeg, Chris, even een hapje eten hoor. Heb ik wel verdiend. Gaan jullie mee? Ja, ik ga mee met je. Ik kom zo wel. Ik wil eerst die stapel kranten nog even doornemen die we bij mevrouw Blijleven gevonden hebben. Het zal de eerste keer niet zijn dat we daar een of andere aanwijzing in vinden. Tot zo, dan ik zal een kroket voor je weg laten zetten. Ja, oké. Okay. Zo. 2 januari, dat is de oudste. Oh, aan het begin van het jaar zeker schoonschip gemaakt. Even kijken, wat hebben we hier? Die kroketten zijn steenkoud, zeg. Wat dacht je? Wij zijn wel aan de koffie, hè? Ik ben lang weggebleven. Was het interessant? Niet iets concreets, nee. Oh. Maar het zegt toch weer een heleboel, hè, over het leven van een mens, zo'n stapel kranten. Zoals? Het was een keurige vrouw, heel ordelijk. Alle kranten netjes opgevouwen en op volgorde. Er ontbraken er een paar, daar heeft ze waarschijnlijk rommel in weggegooid. En ze was dol op kruiswoordpuzzels. Iedere godgeslagen dag de kruiswoordpuzzel ingevuld. En goed ook nog, nooit één woord gemist. Maar ja, verder niks. Niets uitgeknipt, niets aangestreept. Niks waar we houvast aan zouden kunnen hebben. Dus alweer verloren moeite. Och, dat weet ik niet. Als je zo zit te bladeren, Ik ben eens nagegaan wat er de laatste maanden allemaal voor rottigheid gebeurd is in het land. Dat is nou het enige waar jij belangstelling voor hebt, fucking idioot dat je bent. Mm. Wacht even met je verhaal. Ik haal even een nieuwe koffie. Jij ook een nieuwe koffie? Mm. Ja, graag. Nou, als je het koffie moet voorstellen, geef mij maar liever thee. Ja, met de smerige vreten hier. Jij doet het beter, hè? Ach, man. Kom maar eens een keertje bij me eten. Zal ik eens wat laten proeven? Weet je wat komt vanavond? Dan kun je meteen het nieuwe nest van Hertha zien. Je hebt me beloofd dat ik er een mag uitzoeken. Ben ik reuze vergeten. Maar je kunt hem nou nog niet meekrijgen, hij is nog te jong. Ah, er zijn een paar leuke bij. Fantastisch. Niet te geloven. Wat is niet te geloven? Hier is een koffie. Alsjeblieft. Thee voor mij. Thee voor jou. Hé, we hadden het over de puppies van Herstel. Oh! Hij doet alsof hij ze zelf kan maken. Ja, zo kan hij wel weer. Laat maar eens horen, voor. Ja, veel moorden waar jonge mensen het slachtoffer van geworden zijn. Ik heb geprobeerd het een beetje te rangschikken allemaal. Een lijn in te ontdekken. Iets wat ons misschien een idee zou kunnen geven waar we een aanknopingspunt in kunnen vinden. Zeg, is het thee? Ik proef het verschil niet. Luister als de baas praat. Het begint meteen al op 2 januari. Spelende kinderen vinden in Soestduinen het lijk van een meisje. Rietje Heiboende. Ja, dat herinner ik me. We hebben er ook nog een telex over gekregen. Juist. Ja. Omdat ze dachten dat iemand hier uit de stad er misschien iets mee te maken had. Ja, weet ik nog, ja. Volgens de deskundige was ze vermoord met een Flaubert-geweer. Er zaten geen sleutels in haar handtasje. En later bleek dat haar huis overhoop gehaald was. Wat was motief? Misschien. Alles wees erop dat de dader bekend was met haar gewoontes. Maar ze hebben hem nooit gevonden.
Die man van hier, die verdacht werd, die kon het niet gedaan hebben, want die lag al weken in het ziekenhuis. En wat wou je daar nou mee dan? Maar hier is geen sprake voor over. Nee, en mevrouw Blijleven is ook niet met een Flaubert weer neergeschoten. Wacht nou even. Dan hebben we nog de moord op een callgirl in Amsterdam en die vrouw in Rotterdam. Ja, dat laatste is natuurlijk geen argument. Wat is een argument? Dat moordwapen. Moordwapens gebruik je maar één keer als je tenminste een beetje misdadiger bent. Ja, goed, dat geef ik toe, maar ik zie nog steeds... Die zaak van die vrouw in Rotterdam is trouwens opgelost. De oude commensaal was verliefd op haar geworden, zodoende. En dan de Gooise moorden. 4 april, de laatste. Meisje. Worden er eigenlijk meer vrouwen vermoord dan mannen? Dat zouden we eigenlijk eens na moeten gaan. Daar zullen ze dan wel naar maken, hè? Jij wordt ook zo langzamerhand een vrouw waard, hè? Dat ah, hè? Een meisje dat gevonden werd onder een bosje, dat was een vrijend paardje. Nou, dat zou gelijk geen zin meer hebben. De sectie wees uit dat ze zo rond de 20 moest zijn. Ze had geen papieren bij zich. Ze was niet teruggekeerd van een geestverruimende trip met Tinner en Tree. Het is eigenlijk nooit vastgesteld of het een ongeluk of een moord was. Ze weten trouwens nog steeds niet de identiteit van de kind. Nee, zeg maar, eind vorig jaar zijn er toch nog een paar van die gevallen in het Gooi geweest. Ja, in de krant van 6 april werd het nog eens opgerakeld. Mensen die hond uitlaten vinden op de hei bij bussen met lijk van een jonge man. Ja. Onder een stapel stenen. Ja. Ook geen papieren, maar hij is wel geïdentificeerd. Een zekere Karl Riesen uit Aken. Oh ja, hij is door messteken om het leven gebracht. Oh, nou, internationaal. Zeg, en was er ook iets met een Belg? Was iets met een Belg? Ja, maar die is nooit gevonden. Oh. Hij logeerde in een hotelletje in Laren en is op een gegeven moment niet meer komen opdagen. Zijn auto is wel gevonden. Hij had een strafblad wegens geweldpleging. Ja, en jij zoekt een verband met de moord op Hannie Blijleven. Nou, zeg maar liever, ik tast in het duister. Zeg, zou ze misschien iets geweten hebben van een van die misdrijven? Zou ze misschien... Iemand wordt toch niet zomaar neergeschoten, hè? Afgemaakt, kun je beter zeggen. In wat we tot nu toe over haar leven weten, kan ik weinig aanknopingspunten vinden. Ja. Was er nog wat meer? Een aantal gewapende overvallen op vrachtwagens. Hier. 3 februari. De E39, vlakbij de Belgische grensovergang Maasmechelen. 'S Morgens ziet een automobilist een vent aan de kant van de weg liggen. Hij gaat kijken. Man, gebonden. Bleek een vrachtwagenchauffeur te zijn. Hij wist zich te herinneren dat er 's nachts om 1:00 of 3:00 iemand langs de weg stond te zwaaien. Hij was gestopt omdat hij dacht dat er een ongeluk gebeurd was. Maar zodra hij uit zijn cabine sprong, werd hij van achteren vastgegrepen. Er werd iets onder zijn neus gedrukt en van dat moment af wist hij niets meer. En de vrachtwagen verdwenen natuurlijk? Oud of jong? Wie, de chauffeur? Nee, die man die langs de weg stond. Een jonge man, dacht hij. Er zijn de laatste maanden meer van dat soort overvallen gepleegd. Een nieuwe rage, hoor. Ja. 20 maart en 22 april. Jawel. Die laatste is dus ruim een week geleden. Ja, zeg je toch, een nieuwe rage. Leer eens op de TV. Je draait de knop om en je krijgt precies te zien hoe je de verschillende misdaden moet aanpakken. Overval, gijzeling, diefstal, moord, noem het maar op. Een wonder dat er nog geen telejakkers bestaat voor aankomende misdaden. Oh, het is werkelijk... Dat mislukt anders ook nog wel eens iets, hoor. Ja. Op 15 april hebben ze er een paar gegrepen. Die waren een vrachtwagen aan het overladen in een paar kleinere wagens. Er kwam een automobilist voorbij die zich verbaasde over al die activiteit op de vluchtstrook. Hij heeft via een praatpaal de wegenwacht gewaarschuwd. Nou, de Rijkspolitie was er als kippen bij. Die hebben 3 jonge rotzakken gearresteerd van zo rond de 20. En? Waarschijnlijk is het een goed georganiseerde bende, maar de lui die ze gegrepen hebben houden bij hoog en bij laag vol dat ze zelfstandig opereren. Jeugdbende, die verdwenen of die vermoorden kinderen, ontrouwende club of zoiets. Nou, een slag in de lucht. Ik verbaas me voor niks meer tegenwoordig. Maar laten we dat in ieder geval in gedachten houden. Nou... Lekker geluk. Ja. Ja, ja. Nou maar weer aan het werk. Ah, hier ben je. Hallo, Ben. Hallo, zocht je al? Zeg, ik wil toch wel eens wat meer gegevens hebben. Waarover? Nou, waar we het over hadden bij de lunch. Het is altijd te proberen. Hier, de rapporten van de jongens die rondgevraagd hebben. Nou, niet veel bijzonders. Laat maar eens kijken. Kijk maar even. Altijd in de contramine. Kon geen lachje af. Volgens mij was ze geschift, maar ongevaarlijk. Ja. Nee, ik weet niets van haar persoonlijk leven. Ze meende het niet zo kwaad. En hier, oh ja, dit zal er niet bij zitten. Van de doden niets dan goeds, meneer. Het is nou zo leuk als je een lijk wordt, hè? Zolang je leeft, heeft iedereen van alles op je aan te merken.
Maar zodra je de pijp uit bent, houdt iedereen zich op de vlakte. Ja. Weet je wat mijn vrouw vroeg? Ja. Heb je iemand gevonden die onbetreurd? Het ziet er niet uit dat er zo iemand bestaat. Ja, jammer. Misschien zouden we daar iets wijzer van geworden zijn. Ja, maar mensen die het met haar aan de stok hadden, houden natuurlijk hun mond. Die man staat graag bovenaan het lijstje met verdachten. Ja, wat dat betreft komen we altijd voor blinde muren te staan. Hier, ze was nogal een bemoeial. Dat wist ze wel. Maar ze was wel hulpvaardig. Nou, ik zie niet hoe we hier verder mee moeten komen. Nee, moeizaam, moeizaam. Laten we maar eens naar die boutique gaan tegenover die sigarenwinkel. Daar ben ik nog niet geweest. Ga je mee? Wie is de baas hier? Wat zijn de moeilijkheden? De Serge. Kijk eens, Sam. Die eer valt me tegenwoordig wel een beetje vaak te beurt. Vertel maar eens wat jullie weten over die moord aan de overkant. Ik herinner me niet dat ik jullie toestemming gegeven heb om ons te tutoyeren. Maar je kunt het krijgen zoals je het hebben wilt, Smeris. En dan zal ik je een kort antwoord geven. Wij weten niets. Jij zat hier geloof ik nog niet toen wij hier een maand of twee geleden een kijkje zijn komen nemen, hè? Ik weet niet waar je het over hebt. En ik geloof ook niet dat het me interesseert. Nou. Maar als je wil rondkijken, doe dat dan gerust. Ook als je je toegangskaarten vergeten bent. En als jullie me niet kwalijk nemen, dan ga ik nou door met mijn werk. Hé, laat me los. Eerst een paar vragen, vader. Ja. Ik ben geen familie van je. Ah, nee. Vreugdeloze bedoeling hebben jullie hier. Nou, ben je gekomen om me dat mee te delen? En dat nieuwe personeel van jou lijkt me een stel gezellige knapen. Zij zeker wel mee kunnen lachen, hè? Ik zal pas echt lachen als jullie weer opgedonderd zijn. Ja. Allemaal anderen, zie ik. Waar zijn de jonge luigen gebleven die hier een paar maanden geleden zaten? Moet ik dat weten? Nee, maar u zou ons een genoegen doen door het te vertellen. Kijk, kijk, kijk. Dat is een andere toon tenminste. Dat mag ik horen. En mag ik misschien het antwoord op mijn vraag horen? Ik heb ze eruit gegooid. Toen ik hier de boel ook vernam. Allemaal. Ze stalen als de raven en ze verkochten de spul in Amsterdam. En stelen, daar hou jij natuurlijk niet van. Het wordt tijd dat het tot jullie doordringt dat het hier een fatsoenlijke zaak is. Waar komen deze jongens vandaan? Dat zal ik je vertellen, Smeris. Opgepikt op het Rembrandtplein of daaromtrent. Waar ze op klanten stonden te wachten. Nooit van jeugdprostitutie gehoord. Dat is de poenkik van gozers die in deze rotmaatschappij toch geen kans krijgen. Deze drie heb ik in het hols van de nacht van de straat gehaald. En ik geef ze hier de kans om een fatsoenlijk stuk brood te verdienen. Kijk, kijk, kijk. Een maatschappelijk werker. Ja. 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 En jullie heb ik daarbij niet op de koffie gevraagd. Zou je ons niet eens even willen voorstellen? Die met die puisten daar. Dat is Jong. Dat is Jong Vaandrager. En die daar met het zere oog? Dat is Arie Blok. En jij, hoe heet jij? Die? Koos Schenkel. Zo, Koos. Vertel eens, wat zijn de verdiensten hier? 1687 gulden bruto. Zo ongeveer, ja. En wat komt er nog bovenop omdat jullie je mond houden over smerige zaakjes? Er worden helemaal geen smerige zaken gedaan. Nou, hoor je het ook eens van een ander? En hoe denkt Arie Blok erover? Willen jullie de boeken soms inzien? Daar komen we niet voor. We komen om inlichtingen over een moord. Die we jullie niet kunnen geven, dus zijn we uitgepraat. Ik weet van niks. Maar misschien heb ik een tip voor je. Als je er beleefd om had gevraagd, had je hem al lang gehad. Spuit maar op. Je moet het nemen voor wat het waard is, hoor. Maar nou. Arie en ik hebben zaterdagavond een vent bij die sigarenwinkel zien rondscharrelen. Hij rammelde aan de deur en hij gluurde naar binnen. Toen er niet werd opengedaan, is hij weer weggegaan. Hoe laat? Om aan de bij 21:15. En wat deed jij op straat op die tijd? Mag ik soms ook wel niet op straat lopen? Ik liep een eindje met Arie op, die moest naar het station. Hij wou zijn moeder gaan voor het weekend. Met de laatste trein? Zijn moeder heeft een kroeg in Amsterdam. Ze kan hem toch niet voor 2 uur hebben. En jij, waar ben jij heen gegaan? Ik ben naar de geslepen kater gegaan in de Breedstraat. Ik heb gebeljacht, gaat me navragen. Hoe ging dat precies zaterdagavond? Nou, we kwamen hier de boutique uit en we liepen in de richting van de loskade. Op dat moment stond die vent bij de sigarenwinkel door de ruit te gluren. Hij rammelde aan de deur. Hij heeft niet gebeld. Nee. Nee, hij rammelde en hij liep toen weg en er werd niet open gedaan. Welke kant liep hij op? In onze richting, de Kruisstraat in. We passeerden elkaar bij de kapper. Beschrijf hem eens, die man. Ja,
Ja, donker type. Wat nou, Harold, dacht ik. Beetje somber. Zou een Marokkaan geweest kunnen zijn of zo. Zou je mij kennen? Ja, ik weet niet. Is dit hem misschien? Hey, Arie, kijk eens. Ja. Kijk eens. Ja? Kijk eens, Arie, kijk eens. Ja. Dit zou hem best kunnen zijn. Hij had net zo'n jas van, hè. Tenminste, ja. Ja, ik geloof het wel. Wat denk jij nou, Arie? Mag ik misschien even bellen? Ja, ga je gang maar. Van mij zal dan ook niemand kunnen zeggen dat ik niet meewerk met de politie. En jij? Kom eens hier. Kom hier. Ja, gereden. Waar heb jij zaterdagavond gezeten? In de kamer. Dus het ligt er aan hoe je dat bedoelt. Geef behoorlijk antwoord, jij. Ja, ik wacht. Ik heb eerst de W gekeken in het kantoortje. Daar staat een toestel. Zeg, de griep. Ik geloof dat we een goede gooi gedaan hebben. Ik ben in mijn kamer gegaan. Magmet, zo heet die. Zie hem te pakken te krijgen. En hoe laat was het dan wel? Toen de andere ik geloof dat het verband nog tien of zo. Ik voelde me geroerd. Ik denk dat u ons een eind op weg geholpen hebt, meneer... Minderbroeder Jozef. Minderbroeder. Meneer Minderbroeder. Nou, hoe vind je ze? Hertha heeft haar best gedaan, hoor. Ja. Hè? Oh, brave Hertha. Hé, ga je mee uit dan? Ga je mee met baasje? Ga je uit, hè? Ja, prima. Kijk eens. Nee, ik wou nog een paar boodschappen doen. Het is koopavond vanavond. Loop je mee zover? Ja, dat is goed. En bedankt voor het lekkere eten, hè? Ja, ik sta graag in de keuken. Ik ben altijd blij als er iemand aan het eten. Braaf, braaf kind, braaf Hertha. Ja, hoor. Kan het wat lekker maken, hè? Zo. Nou, ga je mee? We kunnen achterom. Lekker zo'n tuintje, hè? Ja, het is hier een leuke buurt. Beetje buiten, toch alles bij de hand. En er is ook een winkelcentrum dichtbij. Ja, kom maar, Hertha, kom maar. Kom maar, bravo, kom maar. Dit is de enige avond dat ik eens wat dingen in huis kan halen. Ja, dat heb je dat vrijgezellenleven van jou. Ja, braaf, Hertha. Koes maar. Daar heb ik er graag voor over. Ik moet er in die boekhandel nog een paar tijdschriften uitzoeken. Weet je wat me nou de hele tijd niet loslaat? Nou? Vanmiddag, hè, die jongen die er het stomste uitzag van het hele stel. Koos Schenkel? Ja. Ja. Ik heb het gevoel dat die knaap het zwaar achter zijn elleboog heeft. Hoe bedoel je? Ik vond ze alle vier niet erg betrouwbaar. Ik weet het niet. Het is natuurlijk te vroeg om hem met wat dan ook in verband te brengen, maar ik heb zo'n idee... Kijk daar eens. Wat? Waar? Voor die brillenwinkel. Onze Turk! Verdomd als het niet waar is. Kom mee! Ja, kan niet te vlug, vanwege die boodschappen. Wacht even. Ga maar, ga maar. Hou weg, meneer. Hou weg. Ga je kijken uit, hè. Hou weg. Ik ben hem kwijt, hè. Ja, hij is naar de uitgang. Naar het parkeerterrein. Ik deze kant, jij die kant. Oké. Okay. Erik!